Welkom bij het Broodjournaal. Bakker, waar zijn we hier precies? We zitten hier op onze eigen tarweland, zeg maar, waar we ons tarwe, Liemse volkoren verbouwen. Je ziet hier de graankorreltje nog, die eind november gezaaid is, wat langzaam is begint te ontkiemen en een klein beetje gegroeid is. In de winter staat er natuurlijk sneeuw stil, maar nu mag het zonnetje weer gaan schijnen zodat het verder kan groeien, zodat we eind juli een veld vol wapperende tarwearen hebben hier. Ja, van wapperende tarwe is nu nog geen sprake, het is nog veel te koud, hè? Ja, wat dat er gaat... Is het mooi dat het al ontkiemd is en zo, dus het kan eigenlijk meteen verder groeien. Daarom noemen ze deze soort ook wintertarwe, maar dat komt best wel goed. Hoeveel procent van jouw brood wordt nu gebakken van je eigen wintertarwe? Van onze Liemers volkoren, zoals het daar ligt, dat is gemaakt van 100% meel van wat hier ligt. Maar op alle onze broodsoorten zit 20%. En als je dus een gewoon brood neemt, dat is 100 gram meel is gemaakt, komt die uit eigen Liemers. Want waarom zullen we het uit Frankrijk of uit Amerika halen, terwijl het hier in onze eigen omgeving groeit? Klein stukje maatschappelijk verantwoord ondernemen noemen we dat. Dus de boer en de bakker en de molenaar zit binnen een straal van een kilometer, zeg maar. Ja, alles onder één dak, zou ik zeggen. Ja, zo is dat een beetje, ja. En zo helpen we elkaar de winter door. Heel goed, bakker. Tot slot, de feestbroodaanbieding, de Facebook-aanbieding van deze week zal hiermee te maken hebben? Ja, dus we hebben nu al ons Liemers volkoren gehad. De mensen zullen natuurlijk nieuwsgierig naar zijn. Dus de aanbieding is Liemers volkoren voor een euro nu. Normaal is die 2,50. Even de bakken liken en dan is het liken voor de mensen die geen Facebook hebben. Dat is gewoon even in de winkel komen en die ouderwetse knipoog geven. En dan is het helemaal prima. Doe nog eens één keer die knipoog. Nou, vooruit dan. Dat vinden meisjes leuk in die. Hoppa, alle twee? Ja. Duim.